Om 9:30 uur, nadat ik de oorzaak van het defect en de referentie van het reserveonderdeel had gevonden en de chaos met de fout geparkeerde vrachtwagen had opgelost, was ik eindelijk op weg naar het magazijn om de nieuwe lager op te halen. Toen kreeg ik plots een idee. Aangezien het magazijn aan de andere kant van de fabriek ligt, kon ik tijd winnen dankzij onze elektrische bestelbus voor intern gebruik. Tja, dat is toch Roland's auto die daar staat te laden? Enfin, ik stond op het punt te vertrekken tot plots, verrassing, de batterij was zo goed als leeg. De auto van Roland daarentegen was volledig opgeladen, ook al had hij die pas 's avonds nodig. Herken je dit soort verhaal?